Hey, dude. I always a dreamy. Dude? De Guitar Hero serie is al een tijdje populair en nu is hij voor het eerst ook op de Wii met Guitar Hero 3 Legends of Rock. Bij aankoop van Guitar Hero 3 voor de Wii krijg je deze gitaar. De gitaar is eigenlijk gewoon een secundaire controller voor de Wii Remote, net als de Nunchuk en de Classic controller. Achterop zit een klepje. Als je die weghaalt, kan je het stekkertje in de Wii Remote pluggen en de Wii Remote in de gitaar stoppen. Klepje dicht en je hebt een werkende gitaar. Zo makkelijk is het. Achterop zit ook nog een knopje waarmee je de hals eraf kan halen. En één om de faceplate eraf te halen, zodat je er andere faceplates op kan zetten. Op je gitaar zit de zogenaamde strumbar die je op en neer kan bewegen en op de hals 5 gekleurde knoppen, de fret buttons. Op je scherm zie je een soort ellenlange gitaarhals waar 5 verschillende gekleurde noten op verschijnen. Om die noten te spelen moet je de juiste fret button ingedrukt houden en op het juiste moment de strumbar op of neer bewegen. Dit klinkt misschien ingewikkeld zo, maar dat valt erg mee, maar je moet er wel een beetje ritmegevoel voor hebben. In de game zitten een aantal modes: career, co-op career, multiplayer, quick play, training en online multiplayer. In career begin je je eigen beentje en begin je met kleine optredens. Je kiest een personage, een gitaar en een van de 4 moeilijkheidsgraden: easy, medium, hard of expert. Easy is het minst leuk als je het al een beetje kan. Je gebruikt maar 3 fret buttons en je speelt maar amper wat je hoort. Je verdient ook het minste geld. Doordat je maar zo weinig speelt, heb je snel de neiging om meer te spelen dan je eigenlijk moet. Op medium gebruik je 4 fret buttons en speel je al wat meer noten, dus dan is het al wat leuker. Op hard gebruik je alle 50 fret buttons, wat soms nog wel eens lastig kan zijn, omdat je maar 4 vingers op de hals hebt. En je speelt bijna alles wat je hoort. Hard is naar mijn mening het leukst. Spare is de moeilijkste moeilijkheidsgraad. De noten komen razendsnel en met veel vergelijk op je af, en je moet er snel zijn om te kunnen spelen. Sommige nummers lijken op expert gewoon onmogelijk om te spelen, maar je verdient er wel echt veel geld mee in career mode. In de career mode zijn 8 tiers met elk ongeveer 5 of 6 nummers. Het verhaal is niet veel anders dan andere Guitar Hero games, maar nu volg je het verhaal door middel van korte cartoony tussenfilmpjes tussen elke tier. In het verhaal teken je een contract bij een record producer, maar uiteindelijk word je zo succesvol dat je daar niet meer afhankelijk van wil zijn. Maar dan blijkt de producer een duivel te zijn die je ziel wil hebben en moet je hem verslaan in een guitar battle in zijn evil lair. Als je hem verslaat, bevrijd je ook gelijk alle andere zielen die hij gevangen hield. De guitar battles waar ik het net over had zijn ook nieuw in Guitar Hero 3. Je speelt allebei onder beurt een stukje van een nummer en je krijgt power-ups waarmee je je tegenstanders kan dwarszitten, zoals de amp overload, waarbij je de noten van je tegenstander beginnen te knipperen, zodat het moeilijker is om te zien wat je moet spelen. Na elk nummer verdien je weer wat geld. Hoe beter je hebt gespeeld, hoe meer je verdient. Met dat geld kun je in de shop nieuwe gitaren, personages, bonus tracks, finishers voor je gitaren enzovoort kopen. De co-op career is niet veel anders, alleen een iets ander en korter verhaal en geen guitar battle. De quick play mode is handig als je even snel een nummertje wilt spelen. Je kiest één van de in totaal 75 nummers, als je die tenminste al hebt vrijgespeeld, en een moeilijkheidsgraad en je kan spelen. Je kan je highscore opslaan en proberen te verbreden. In de training mode kan je de tutorial doen en je kan practicen. In practice mode kies je een nummer, een moeilijkheidsgraad, een deel van het nummer dat je wilt spelen en de snelheid van het nummer. Practice is dus erg handig als je vastzit bij een lastige solo. Je oefent eerst op zijn traagst en gaat steeds sneller tot het je uiteindelijk lukt. In practice mode kan je een nummer dus ook niet mislukken.
In de multiplayer mode heb je 3 game modes. Face-off, pro face-off, die je pas vrij speelt als je de career mode hebt uitgespeeld, en battle. In face-off speel je tegen de ander om de beurt een stukje van het nummer. Wie op het eind het beste heeft gespeeld, heeft gewonnen. Pro face-off werkt net zo, maar dan speel je het hele nummer en allebei op dezelfde moeilijkheidsgraad. Dit is dus wat leuker als je het allebei een beetje goed kan al. Battle mode is gewoon een guitar battle, net als in career mode, maar dan tegen elkaar en het kan bij elk nummer. Je speelt dan ook allebei het hele nummer in plaats van korte stukjes. Als laatste heb je nog de online multiplayer. Dit is wel erg leuk om te spelen. Je maakt een profiel aan en komt in een nieuw menuutje. Hier kan je kiezen om tegen vrienden te spelen, via die mislukte friendcodes van Nintendo. Een willekeurige tegenstander zoeken of zelf een room te maken. Als je gaat zoeken kan je, als je wil, naar een bepaalde game of moeilijkheidsgraad zoeken. Maar je kan ook voor helemaal willekeurig gaan. Zelf een room maken is het handigst. Want als je gaat zoeken zegt hij op de deur dat hij niemand kan vinden. Maar een room staat open zolang je wilt, zodat er iemand kan joinen. Als je zelf een room opent, kies je de game mode, in geval van Pro Face of ook de moeilijkheidsgraad, het aantal nummers en het podium waar je op speelt. Dan is het gewoon wachten op een tegenstander. Ondertussen kan je dan ook nog een personage, een outfit en een gitaar kiezen. Helaas ziet de achtergrond in Guitar Hero 3 voor de Wii er nou niet bepaald mooi uit. Er gaat nog wel eens haar door rug heen en vooral de drummer beweegt erg houterig. Gelukkig valt dit amper op als je speelt omdat je constant op de noten moet letten. Wat wel weer heel goed is, is dat de mondbewegingen van de zanger bijna altijd precies kloppen. Dit vind ik wel erg goed, vooral aangezien er 75 nummers in het spel zitten. Guitar Hero 3 krijgt van mij 4 van de 5 sterren en puur omdat het gewoon erg leuk is om te spelen. Het grote aantal nummers, dat verschilt van bijvoorbeeld thrash metal van Slayer, tot een compleet andere muziekstijl van Santana, maakt het erg leuk en ook de guitar battles en online players zijn leuke toevoegingen. Alleen de lelijke achtergrond kost deze game zijn 5 sterren. Verder is Guitar Hero 3 echt een aanrader.